Welkom, we gaan vandaag kijken naar de volgende vraag. Bereken hoeveel milliliter 0,20 molair zilvernitraatoplossing Matthijs moet toevoegen aan 50 milliliter 0,12 molair aluminiumchloride oplossing om juist alle chloridionen te laten neerslaan. En de neerslagreactie die is hier gegeven. Zilverion slaat neer met het chloridion en vormt dan zilverchloride. We gaan kijken naar de beginsituatie. Matthijs gebruikt 0,20 molair zilvernitraat oplossing. Nou, zilvernitraat is een zout. En als een zout is opgelost, en hier is sprake van zo'n oplossing, dan is het gesplitst in ionen. Dat betekent dat één deeltje zilvernitraat is gesplitst in een zilverion en een nitraation. Nou, we gaan uit van 0,20 mol zilvernitraat per liter. Dus de concentratie zilvernitraat 0,20 mol per liter, dan betekent het ook molverhouding 1 op 1, dat de zilverionen een concentratie hebben van 0,20 mol per liter en de nitraationen ook 0,20 mol per liter. Bij de aluminiumchloride oplossing moeten we bedenken dat we te maken hebben met een zout dat bestaat uit een verschillend aantal positieve en negatieve ionen. Aluminiumchloride. Als aluminiumchloride oplost, dan splitst het in de ionen en dan krijg je uit één deeltje of uit één mol aluminiumchloride, één deeltje of één mol aluminiumionen en drie mol, drie deeltjes, chloridionen. Dat betekent als je uitgaat van 0,12 mol per liter aluminiumchloride, dat de concentratie aluminiumionen dus ook 0,12 is, 1 op 1. Maar de concentratie chloridionen is drie keer zo groot. Want als er één deeltje aluminiumchloride oplost, krijg je drie keer zoveel chloridionen. Dus de concentratie chloridionen is hier drie keer die 0,12, is 0,36 molair. En nu kunnen we aan het echte rekenwerk gaan beginnen. Je stelt de reactievergelijking op en je plaatst daaronder de molverhouding. Vervolgens begin je hier bij de chloridionen, want je kent het volume. We hadden 50 milliliter aluminiumchloride oplossing. En dat volume, 50 milliliter, zetten we om naar liters. 50 keer 10 tot de min derde liter. De concentratie chloridionen hebben we zojuist gezien, 0,36 molair. En dan kan je het aantal mol chloridionen dat aanwezig is berekenen. N is CKV, 0,36 keer 50 keer 10 tot de min derde, 0,018 mol. Dat zijn die chloridionen die in het begin aanwezig zijn. En nu moet je juist zoveel zilverionen toevoegen dat al deze chloridionen neerslaan. Nou, die chloridionen slaan dus neer met die zilverionen. Je kent het aantal mol chloridionen, 0,018 mol, dus molverhouding 1 op 1. Je hebt om alle chloridionen te laten neerslaan, in dit geval ook 0,018 mol zilverionen nodig. Nou, de concentratie die was bekend, 0,20 molair, dus het volume kun je berekenen en gedeeld door C. Vul je hierin, 0,018 gedeeld door 0,20 is 0,090 liter, hier komen liters uit. Nou, omrekenen, maal 1000 om op milliliters uit te komen. Dus het antwoord wordt hier 90 milliliter. Dit was hem. Oké, bedankt.